Het ministerie van Openbare Werken heeft een personenbus geschonken aan Komowene. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat het de bedoeling is dat elk district wordt voorzien van een bus. De bus, welke afgelopen dinsdag is overhandigd aan de districtscommissaris, is bedoeld voor OW Komowene en het districtscommissariaat, die beiden het vervoermiddel in goed overleg moeten inzetten. Wat we niet gaan doen met die bus is elke dag arbeiders vervoeren. Want dan moet ik alle OW-ambtenaren gaan vervoeren naar hun werk. Dat gaan we niet doen. Het is bedoeld om te gebruiken bij activiteiten, toch? Urgentiewerkzaamheden, misschien COVID-zaken, noden, bijvoorbeeld ouderen, kinderen die in nood zijn, toch? Laten we ze helpen, maar die bus mag verhuurd worden. Ik wil die bus niet meer bij OE hebben. Dus ik ga de verantwoordelijkheid aan jullie overdragen. Sportverenigingen die willen huren, laat ze betalen. Want de 50 SD heb je minstens benzine en filterkosten, toch? Dus we hebben één bus die we voor dit district ook ter beschikking stellen, met het Jermotje DC. En het beheer ga ik aan jullie overlaten. Toch? En daarvoor ben ik hier gekomen om die overeenkomst te tekenen. Toch, wij doen het officieel, toch zwart-wit. En niet wat vroeger gebeurd is, cadeaus uitdelen zonder enige formaliteit met staatsmiddelen. Dat is verboden, dat is strafbaar. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bus is één van de voertuigen die door het ministerie is teruggehaald. De afgelopen periode zijn er 3 bussen, een tractor en graafmachine teruggebracht in het wagenpark van het ministerie.